De trainersvisie met Roeland ten Berge. 10 wedstrijden zijn gespeeld. Tijd voor even een pas op de plaats en denken over hoe doen we het eigenlijk? Hoe doen we het, Roeland? Wel tevreden, maar het kan en moet altijd beter natuurlijk. Hè. Daar ben je mee aan het werk. Dus wat zal ik ervan zeggen? Ik denk dat wij een aantal hele goede tegenstanders hebben gehad. Met name ASWH staat me bij. Waarvan ik denk van daar moeten we nog echt naartoe groeien naar dat niveau. Dat vond ik echt gewoon een hele goede ploeg. Ik denk dat binnenkort IJsselmeer volgens over 2 weken dat een mooi graadmeter voor ons is. Van hoe staan we ervoor. We hebben natuurlijk heel veel ploegen gehad, dat moet ik niet vergeten, die zich toch heel veel aanpassen aan ons. Dat heeft zeker met vorig seizoen te maken. Ja, en als ik dat ook weer zie, dan vind ik wel dat we daar wel wat beter mee omgaan. We hebben nou 2 tegenstanders gehad waarin we ook de wedstrijd naar ons toe konden trekken uiteindelijk nog. Terwijl het wel tegenstanders waren die zich eigenlijk volledig aanpasten aan ons. Dus dat gaat ook wel eigenlijk wat beter. Dus ik zie ons wel stapjes maken. Ja, en weet je wat het gek is? We hebben uit 10 wedstrijden dit seizoen 17 punten. Verleden jaar, om deze tijd, hadden we uit 10 wedstrijden. Ja, dat was al nog iets later in het seizoen, omdat het ook later begon natuurlijk. Maar hadden we uit 10 wedstrijden denk ik maar 12 of 13 punten. Hooguit. En toch heb je heel veel supporters die ik spreek, die zijn niet helemaal tevreden. We hebben het er al wel eens eerder over gehad. Ligt dat aan de lat die hoger gelegd wordt? Of zijn we verwend? Wat is het? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je hun moeten vragen. Ik denk wel dat het te maken heeft met een bepaald verwachtingspatroon. Dus in de topklasse, dat was zelf in mijn tijd dat ik bij Excelsior zat. Hoorde ik gewoon heel vaak trainers zeggen van joh, als we naar de topklasse gaan, hebben we niks te zoeken. En dan hoor ik heel veel clubs zeggen, dan hoor ik veel besturen zeggen. Dat verbaasde mij altijd al. Vorig jaar hebben we denk ik laten zien dat DVS wel degelijk in de topklasse mee kon. Met gewoon goed en aantrekkelijk voetbal. Zonder een heel seizoen alleen maar tegen zitten te houden. Dus ja, ik denk dat er dan mee te maken heeft. Dat dan de verwachting misschien wel helemaal nul was vorig jaar van een aantal mensen. En dat het dan in één keer hartstikke goed ging. Dus dan was het elke week bijna feest. En als je een keer verloor, dan zien we de rest van het seizoen wel weer hoe het verder gaat. En dit seizoen zijn er denk ik ook mensen die gewoon rekenen van de eerste 7 zijn eruit in de topklasse. Dus DVS gaat wel even voor het kampioenschap spelen, maar dat is natuurlijk volkomen flauwekul. Want je moet gewoon echt kijken naar de kwaliteiten van de teams. En je moet ook kijken naar jezelf, van wat is er weggegaan, wat is er bijgekomen. Dan begin je gewoon weer op nul. En dat moet het uitgangspunt zijn. Verleden jaar had je natuurlijk van die onverwachte wedstrijden, van die vreselijk verrassende uitslagen. 4-0 IJsselmeervogels, 5-3 Scheveningen. En dat zijn natuurlijk topwedstrijden geweest. En ik denk dat het is. In die wedstrijden gebeurde er van alles en nog wat. Natuurlijk omdat die hele snelle bliksem Ali Akla daar aan de rechterkant bezig was. Je had Mike Arends, je had Yassin Kurt die daar op het middenveld heel onverwachte balletjes afpakte. En nu is het wat meer. Ja, daar komt hij. Roeland, de C van controle. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de insteek hetzelfde is. Dat we op dezelfde manier willen spelen. Alleen, tegenstanders gaan anders tegen ons spelen. En dat is het grote verschil. Dus de tegenstanders gaan tegenhouden, die gaan ophouden, die gaan ons opvangen. En dan moeten wij er doorheen voetballen heel geduldig. En dan lijkt dat, of dan ziet dat eruit, hoe je het wil noemen, als controle. Maar vorig jaar was de druk bij elke tegenstander in de topklasse. De uitgangssituatie was van als we tegen DVS spelen, dat is een nieuwkomer, dus die moeten we winnen. En dat is een groot verschil. Dus wij hadden vaak tegenstanders tegenover ons die veel ruimtes weggaven. En wij verrasten ze vaak doordat we gewoon fris voetballen en er doorheen konden voetballen met goed spel. En je zag vorig jaar ook in de tweede seizoen zelf dat we ook meer moeite hadden. En dat had ook te maken dat alle tegenstanders veel meer hun huis weg gingen doen. En ze gingen aanpassen aan ons. En dit jaar is dat weer de situatie. Is weer de situatie zo. En wij denken nou ook wel af en toe van, hey Rijnvogels, daar moeten we even van winnen. Ja, zo gaat het natuurlijk niet.
Maar kunnen wij, kan jij dan niet eens een keer een list verzinnen? Het typische, dat heb ik bij op de sportacademie geleerd, bij bewegingsonderwijs, het typische van spel is dat je de tegenstander verrast. Verras je ze echt enorm, dan win je altijd. Want ze zijn verrast en ze weten het antwoord niet. Dave, je zou ook eens een keer kunnen kiezen, want jij hebt het steeds over, we moeten er doorheen voetballen, dus met andere woorden, blijft het spel steeds hetzelfde. Maar je zou ook kunnen beslissen op bepaalde fases in de wedstrijd dat je iets laat zakken en dat je dan, en dan kom ik weer op het woord reuring, R van reuring, en dat je dan op de snelheid van de BMW bijvoorbeeld gaat gokken, wat de laatste 25 minuten van de wedstrijd ook gebeurde. Ja, je moet vooral kijken van waar ligt je eigen kracht. Hè? Dus wij hebben ook tegen ASWA hebben ook een plan bedacht om iets in te zakken. Om te gokken op de omschakeling. Omdat we ook wisten van hun kwaliteiten en hun spelsysteem. Tegen PEC Zwolle hebben we dat gedaan, iets inzakken. Nou ja, je ziet het resultaat. Dus je moet ook de kwaliteiten, en het moet ook in je groep zitten om dat goed te kunnen uitvoeren. En ik denk dat de kwaliteit van deze groep is dat die goed vooruit kunnen voetballen. Dat ze creatief zijn, dat we snel zijn, dat we wendbaar zijn. Dat neemt met zich mee dat we veel onderweg zijn, dat we veel overlapping hebben. Dat we hoog tempo kunnen spelen bij vlagen. Dat kan nog veel beter. Ja, kijk, we kunnen ook lange ballen op Benjamin geven, maar ik denk dat dat niet zoveel veel zin heeft. Ik denk dat dit onze kracht is. En je ziet zaterdag zie je het bewijs weer dat wij heel dominant waren en geduldig waren. En dan krijg je toch voor elkaar om in de tweede helft meer te creëren. Omdat de tegenstander ook denkt van ja, we spelen thuis. Hadden nog niet gewonnen thuis, dus die gaan dan ook op een gegeven moment uit de organisatie lopen. En dat hebben we gewoon keihard afgestraft. Volledige controle over die wedstrijd gehad. Goede wedstrijd gespeeld, vind ik. En met 1-0 gewonnen, dus zo kan het ook. Met altijd wel dat baken in het doel, Paul Epping, want die behoedde ons toch wel, toen stond het nog 0-0, op dat schot van Patinama, behoedde ons toch wel voor de 1-0 achterstand. Ja, maar goed, dat was ook het enigste moment. Hè? En dan moet je er ook staan, dus dat deed hij goed. Maar voor de rest moet ik zeker gewoon compliment maken aan het team, hoe zij hebben verdedigd. Hoor. En vooral vooruit hebben verdedigd, want volgens mij was dat de enigste bal op de goal, ja. Mohamed Al-Haidar, hoe is het daarmee? Lijkt niet best, maar hij gaat zo een echo maken. En dan zullen we het horen, maar het is meestal een beetje acuut schoten erin. Hè? Dat is vaak niet goed. Dat betekent dat Joran weer naar het centrum gaat. Dat Heiko, die echte rechtsback, Heiko weer een kans maakt. We gaan van de week alles proberen, Piet. Dus dat gaan we zien. Je komt er te dichtbij, hè, nu. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk heel veel kandidaten die centraal kunnen spelen. Hè. We hebben Edmund, we hebben Rico nog. En we zijn ook tevreden over Heiko. En we gaan uiteindelijk gewoon kijken van wat doet de tegenstander weer. Want tegen Huis Meervogels die spelen waarschijnlijk met twee spitsen. En wat zijn we nodig? Hè? Wat heeft het team nodig? Dus daar zijn we naar op zoek. Goed dat je Edmund ook nog even noemt. Ja, tuurlijk. Maar iedereen... Sommige supporters denken van, oh, zou die ooit nog een keer terugkomen? Nou ja, goed, iedereen die deel uitmaakt van de selectie, die kan aanmerking komen voor een basisplek. En dat geldt ook voor Edmund, daar hebben we alle vertrouwen in natuurlijk. En dat geldt ook voor andere jongens. Oké, volgende week maandag, dan maken we met DVS-TV hier een opnames van VVON. Waar staat dat voor? Vereniging... Voetbalmeesters, oefenmeesters. Vakbond? Vakbond, ja. Van vereniging oefenmeesters? Nederland, ja. Zoiets, hè? Ja, oké. Ja, nee, ik ben eigenlijk lid van het CBV, dat is coachbetaald voetbal is dat. Dat is eigenlijk de belangenvereniging die meer zijn voor coaches in betaald voetbal. En top amateur. Hè. Dat kwam ook destijds toen ik fulltime bij Go Eagles werkte. Toen ben ik daar lid van geworden. En die werken ook gewoon samen met die andere vakbond. En die hebben mij een aantal maanden geleden gevraagd of ik die studiebijeenkomst zou doen. Dus die gaan iedere keer gaan ze door het land, in dit geval in het oosten is dat dan. Gaan zij een aantal bijscholingen organiseren voor trainers. Hè. Elke trainer moet 12 studiepunten volgens mij in 4 jaar halen. En dit jaar mag ik de bijeenkomst verzorgen. En er zit ook Piet de Visser, die doet nog een
een woordje, dacht ik, over scouting of over zijn boek. Dat weet ik niet precies. Zeer interessant, denk ik. En ja, maar laat niet te veel zien aan al die oefenmeesters die hier komen. Want weten ze precies hoe DVS speelt. Ja, nou ja, goed. Ik vind, je bent er wel om elkaar te helpen. Dat is één. En ik lees ook boeken van Guardiola. Okay. We zijn er op de wereld om elkaar, te helpen. Niet waar, hè? Ja, zuster. Nee, zuster. Dag ik wel, ja. Oké, bedankt.